Wat ontzettend gezellig dat jullie er zijn. Waar is ze mooi aan dansen, hè? Ja, jullie ook zeker. Nee, wat we gaan proberen. We gaan dus binnen cirkel gaan we vrijmaken. Mijn vrienden gaan ervoor zorgen dat de touwen weer netjes liggen. En ik ga iedereen vragen, dus ook aan jullie, om plaats te nemen achter de touwen. Gaat dat lukken? Ja, dat lukt het maar. En dat vriend, dan zie ik je zo. Hè, wat zeg je? Ja, dat is waar. Ik loop al met je mee. Waar gaan we naartoe? Waar zijn papa en mama? Ja, we gaan de rode klas. Zo. Dan moet je hier plaatsnemen achter de touwen. Dankjewel. Dankjewel, kind. Heel gedaan. En hou je goed bezig, touw. Ik wil niet dat u dat wegrolt, hè? Heel goed, dankjewel. Zie je dat? Dat is nou echt fijn. Kijk eens. Thomas! Je bent er! Ja! Nou, precies op tijd! Wat fijn dat je er bent, Thomas. Dan heb je ook je eigen buurvrouw bij, wat goed zeg. Jan? Ian? Ja, Ruiter Ian. Gaat alles goed? Ja. Dan heb je een stoere helpje. Soms zit je een beetje in de weg, hè? Dan zie je er niet zo goed mee. Ja, ik ken het. Ja. En heb je dan deze draak al geslagen? Die zit niet zo goed. Ja. Nee, je hebt de vleugels al afgehaald, dat is echt fijn. Kom je daar zo meteen net zo? Ja, dat is hartstikke leuk. Zie je zo? Ja, ik zie dat iedereen al klaar staat. Kijk, oude kennen, heel goed. Wat leuk. Nou, zullen we dan beginnen? Zijn jullie daarvoor? Ja? Ja? Nou, hartstikke fijn. Goed zo. Dames en heren, van harte welkom. We beginnen altijd bij het begin, hè? Iedereen denkt zo mee. Voor de mensen die mij niet kennen, ik ben Ruiter Thomas. En ik ga jullie vandaag laten zien hoe je moet zwaarvechten. Maar wat wil zeggen? Ja, hartstikke goed. Ja, mocht je nou ineens plotseling voor gevaar komen te staan. En daarom heb ik twee van de beste zwaardvechters meegenomen uit de magische stad Ravelijn. En dat zijn onze enige en echte. Dames en heren, doe dat! Ja. En natuurlijk onze Alwin. Ja. Netjes hoor. Je bent wie van jullie is er al in Ravelijn geweest? Ja. Van de verte hoor ik het ook wel goed. En wie van jullie gaat er nog naar Ravelijn? Ja. Kijk eens aan. Nee? Ja, want als je naar Ravelijn gaat, dan moet je wel oppassen. In Ravelijn kan het namelijk heel gevaarlijk zijn. In Ravelijn zit een graf. Met een scherpe weg. En in Ravelijn zijn de gemene wachters van Graaf Leidrit Lachen. Graaf Olaf. En in Ravelijn is een draak. Een draak met... Nee, niet één. Nee, niet twee. Een draak met wel vijf koppen. En tegen die draak heb ik gevochten. Maar ja, dat kon ik niet zomaar. Nee, dat hebben zij mij geleerd. Zij hebben mij laten zien hoe ik moet zwaarvechten. Want ja, de eerste dag toen ik in Ravelijn kwam, ik wist niet eens hoe ik het zwaard moet vasthouden. Hopeloos, nou dankjewel. Nee, echt, ik wist niet eens waar ik het moest vasthouden. Met één hand, twee handen. Ik ging er zelfs mee geklaars mee. Hè? Okay. De eerste dag toen ik de ballenlingenkamp binnenkwam, leerden ze mij hoe ik het zwaard moest vasthouden. Okay. Twee handen. Punt omhoog. Oh. Ja. Stoer staan. Nee. Zo. Eén voor, één achter. Stoer. De dag daarna leerde ik hoe ik met het zwaard moest omgaan. Zwaard omhoog. Omhoog. En naar beneden. Omhoog. En naar beneden. En die dag daarna leerde ik mezelf verdedigen.
Boven! Van boven! En wanneer? En toen, die dag daarna, eindelijk hoe ik moest aanvallen. Vuur! Wat? Controle? Beheersen, oké, ja, hoe? En toen op de laatste dag leerde ik mijn eigen kracht kennen. En ik leerde dat ik niet bang hoef te zijn. Thomas! Oké. Is hij er? Dankjewel. Nou, ze heeft geleerd voor de rest. Ja, dan heb ik niet eens mijn vuurzak gedaan. Dan hebben ze geen scherpe kans. Toch? Tuurlijk. Hé, hey, maar nu heb ik iets laten zien, hè? Kunnen jullie iets laten zien? Ja, wie van jullie twee is nou het snelst? Dat zijn ze allebei in. Nou, laten we zien. Wie van jullie twee is het snelst? Ja, kom maar. Wie denk jij? Wie is het snelste? Het meisje, nou ik ben benieuwd. Ja! Nou, kom maar. Nee, ik zei snel. Kom maar, wie is het snel? Kom maar. Ja, klop er mee. We gaan ze uitdagen. Kom op, die ook even. Kom op! Dames en heren, allemaal in controle! Ja, dan zie je hoe snel je eigenlijk moet zijn. Snel. Slim. En natuurlijk heel dapper. Want alleen zo mevrouw kan je een echt duel winnen. Kijk maar. Eerst prikken we de draak in zijn vleugels. Daar gaan we. 3, 2, 1. Ha! 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 Oh, die draak die wordt boos. Hij begint naar jou te bijten, maar jij bent snel genoeg om je zwaard tussen zijn tanden te zetten. Hop! Hij probeert op te komen. Ha! 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 Haal het zwaard uit zijn mond. Hop! En geef hem een tik op zijn neus met de achterkant van je zwaard. Ha! En dan... Dan geven wij een verrassingsaanval. En dat doen we natuurlijk op de zwakke plek van een draak. Wat is de zwakke plek van een draak? De nek! Wat zeg je? Nek! Zijn nek worden zo'n hele goeie. Wat er nog meer zwakke plekken kunnen zijn? Zijn ogen, zijn voeten. Dames en heren, natuurlijk op zijn kleine teen. Hou het zwart goed in. Hou het boven je hoofd en dan met 3, 2, 1. Oh, maar nu moet je wel brullen. Ja, brullen alsof het vuur uit je mond komt. Alweer kan dat heel goed volgen. Ja, doe maar mee. Zwaard boven je hoofd.
En dan brullen op 3, 2, 1. Dit wordt een stuk beter. Help van Raveleijn. Kunnen jullie dit ook sneller? Ja! Ja, oké, dan wil ik zien. Zwaarbeen, draag ze voor je rode ogen. Goed zo. Dan gaan we. 3, 2, 1. In de buk. Maak eens rond. De draak die vliegt weg met een staart tussen de benen. Maar dan sta je ineens oog in oog met de kwade heerser van de Raveleijn. En die moeten we natuurlijk ook verslaan. Dames en heren, Graaf Olaf. En om die te verslaan, leer ik jullie de genadeslag. Zullen jullie het ook? Oké, houd zwaar op de been. Kijk hem boos aan. Heel boos kijken. En dan de klap op zijn ene schouder. Ha! Klap op zijn andere schouder. Ha! Zwaar op de hoofd. Recht op zijn snuffer. In de ring. 2, 1. Ha! Wat ontzettend goed zeg. Hoorde je ze brullen? Hoe ging dat aan die kant? Ja, hier. Echt, de prins gaat helemaal los. Gaat helemaal los? Ja, echt. Oeh, en Albert, ben je hoofd? Ja, oh, ze komen met meteen uit de poort. Ruik Thomas, hoe ging het? Ging goed? Hij is er stil van. Nou, dat is een goed teken. Wie zwaait staat toe? Hé, maar als dit zo ontzettend goed gaat, dan heb ik wel een idee. Zullen we dit eens oefenen? Wie van jullie lijkt het leuk om dit te oefenen? Samen met mij tegen een van de zwaardvechters. Ik heb 4 helden nodig die met mij durven te zwaardvechten tegen. Doe dat! Ja? Ja, ik heb. Als ik je aanwijs, dan mag je bij Alwin gaan staan. Ja? Ik heb 4 helden nodig. Kom maar bij me. Mag je wel Alwin gaan staan? Jongen, kom maar bij. Kijken. Kom maar bij. Laat je flesje maar even staan. Oké. Okay. En dan heb ik nog 1 held nodig. Grote vriend, kom maar bij. Zo. En dan mag je bij Alwin gaan staan. Bij Alwin. Ja. En we gaan dan niet zomaar zwaardvechten. Nee. Om de zwaardvechten heb ik natuurlijk mijn favoriete zwaard meegenomen. En hiermee gaan we die genadeslag oefenen. 1 schouder, andere schouder en natuurlijk recht op de zeugel. Zijn jullie klaar? Ja? Kom maar bij. Ben je een beetje bang? Ja? Je armen van de ene kant. Heel goed, andere kant. Allebei? Huh? Niet wegvliegen? Heel goed. Zwaar van been, vijand. Oeh, zie je dat? Oh, ze begint op de lach. Heel goed, boos kijken. Oh, heel goed. Ja, oh, ze loopt al weg. Heel goed, door jou. Ja, doe je dit. 3, 2, 1. Ha! En dan weer kap. Ha! Hoog boven je hoofd. En ha! Ho! Geef het op, dames en heren, we hebben de winnaar! Ja, dat kan niet meer blijven staan. Dan komen wij, jonge dame. Wat is jouw naam? Fenna? Jonge dame, dit is Fenna. Fenne. Nou, Fenne. Oh, ben je al bang? Heb je een beetje spierballen in de hand? Nee, laat eens zien. Oh. Heb jij spierballen? Ja, speelt vals, zie je dat? Het is zo hartstikke bang. Ja, je hebt het veel sterker. Kom, laten we samen slaan. Fenne, is dat blijft blij? Ja, 3, 2, 1, ha! Alle kant, ha! Op je hoofd, en ha! Zullen we helpen vingers? Dan houden we vingers, we hebben de winnaar! Kom, ja, oké, okay. Gaan we erbij staan. Kom, 3, 2, 1. Hey, het zit een beetje bang. Zie je dat? Ben je even brullen als een draag? Ja, gaan we samen, ja? 3, 2, 1, ha! Doe dat, kom eens terug. Nee, de hazenpad op. Nee, kom eens terug. Ja, maar. Kom eens terug. Heel goed, ja. Zet hem maar weer neer. Ja, heel goed. En als we dan het zwaar neemt, dan gaan we een verrassingstafel, ja? En als we zo bij 3, 2, 1, en aan. Ha, heel goed. Kom je ook. En ha. We hebben de winnaar. Goed gedaan, hè. Kom weer bij je staan. En jij gooit een rondje, kom maar heen. Kom je terug naar mij en volg meteen aan. Wat hemel daar. Goed idee? Oké! 3, 2,
en rent op. Daar gaan we. Kunnen jullie nog één keer jullie spierballen laten zien aan iedereen? En dan gaan we brullen als een echte draak. In 3, 2, 1. Dames en heren, de nieuwe helden van Rabbelijn! Mogen jullie toch nog wat vervangen? Dank jullie wel. Yes. Dames en heren, hartelijk dank dat u zo goed mee hebt gedaan. Mochten jullie nou het hele verhaal willen beleven, dat verhaal van Rabbelijn? Ga dan door die magische poort. Wil je dit moment vastleggen, dat kan. Wij blijven hier op de tijd van een prachtige foto. Maar nu? Nu kunnen jullie in ieder geval veilig naar Rabbelijn. Dames en heren. Dankjewel. De rest die bij mij op de foto willen en bij de kaart staan, maak hier een prachtige rij. En de rest dan ook met Luna en met alle op de foto bij het blok. Ze mogen hier nog staan.